ben nu al een jaar of 10 hoofdzakelijk alleen. Maar ik ben met zoveel mensen tegelijk bezig. En het is niet het een of het ander is ideaal, maar ik heb het gevoel dat het heel goed is zoals het gaat. En dat ik me dat alle ja, de opwinding die in erotische relaties hebt, dat die ook vaak zijn prijs kunnen hebben. Heb ik wel meegemaakt dat als je het altijd aan die erotische toestanden zit, een zwarte kant, laten we zo maar zeggen, voor mij. En dat ik dit nu niet heb, dat het ook veel makkelijker is om me echt te concentreren op waar andere mensen mee bezig zijn. Zeg maar, dat geeft meer voldoening. Uiteindelijk. Niet voor het korte moment, maar voor de hele tijd, zeg maar. Toen ik een jaar of 10 was, 12, dat ik een beetje puber werd, zeg maar. Dat ik blote vrouwen begon te tekenen. En heel precies tekenen uit mijn hoofd. Maar ik wist niet goed hoe blote vrouwen eruit zagen. Dus toen, ja, een jaar of 10 denk ik, fietste ik heel hard naar die nachtclubs op het Tobekkeplein. En dan, dan had je van die foto's van het vrouwen met zo'n streepje hier en hier. Van die zwarte streepjes, zeg maar. Die vielen er soms af. En als ze er afgevallen waren, dan kon ik zien hoe borsten en de zaak eruit zag. En dan stond ik met rode oortjes te kijken. En dan fietste ik heel hard naar huis. En dan had ik nog in de schaduw, het ging om de schaduw, hè. En dan had ik die schaduw nog in mijn hoofd. En dan ging ik heel precies, zeg maar, die geslachtsdelen schilderen, tekenen. Dat het levensecht was. En dan de volgende dag op school, dan verkocht ik ze voor een dubbeltje aan vriendjes. Die stonden ook dan, bloos, dan stonden ze die tekening te kopen. Dus toen maakte ik zo, zeg maar, ja, op verschillende manieren blote vrouwen. En verkocht ze en ja, en naderhand, ja, Nou, ook, oké. nee, ik ben nog nooit bang geweest voor de dood. Nee. Ik ben één keer heel erg bang geweest. Toen ik heel veel drugs tegelijk gebruikte, LSD, mescaline, speed, drank, noem maar op. Hashish. Dat ik een enorme angst aanval over me heen krijg. Daarna ben ik ook een beetje geschrokken van wat mogelijk is met drugs, wat er kan gebeuren. En er is nog een paar keer met drugs gebeurd dat ik heel bang ben, maar eigenlijk als ik gewoon niks gebruik, dan ben ik eigenlijk nooit bang, want ja, het leven is oneindig, hè? Dat is heel duidelijk voor mij. Het is oneindig. Dus waarom zou je druk maken? En het is, ja, het gaat gewoon om dat je liefdevol met iedereen omgaat en dat je dat leert ontdekken in jezelf. Ja, wat door omstandigheden of wat ook niet liefdevol is, dat je dat een schop geeft op zijn tijd. Een heel langzaam proces, eigenlijk, waar je vele levens over moet doen. En ja, in de laatste tijd heb ik het idee dat het veel sneller gaat. Misschien wel 10 keer sneller als vroeger. Alles gaat in een versnelling, omdat je dat wil ook, die versnelling, omdat je het gevoel hebt van dat je niet zoveel tijd meer hebt. Je wordt ouder misschien. Waarom weet ik niet precies. Maar dan alles wat ik nu vraag, als ik bid, zeg maar 5 minuten, 10 minuten bid. Dat gebeurt ook allemaal. Of in ieder geval dat je meteen daarop volgend, als ik hier aankom, precies die mensen allemaal binnenkomen die ik ook echt nodig heb, of die vrienden van me nodig hebben, of mijn zusje nodig heeft. Of allemaal, dat past allemaal zo precies in elkaar wat er gebeurt. Zo positief en zo liefdevol. Dat is ongelooflijk. Het is niet, nog steeds heb je dus agressie in je. Het is niet helemaal verdwenen. Je hebt nog steeds heb je egoïsme in je. Je hebt nog steeds die dingen in je, maar de snelheid waarmee je dat kwijtraakt, die versnelt steeds. Die gaat steeds sneller eigenlijk.